Welkom dames en heren, dit zijn Draco en Frank. Wij casten van jullie een NSSL-game uit groepsfase A tussen Knight en Sui. We starten de opname of de replay in 3, 2, 1 en go. Alright, het zijn dus zoals gezegd Knight en Sui, beide Protoss uit groep 7 van groepsronde A. En een PvP op Teldrium Altar. Draco, waar denk jij dan aan? Moet ik toch zeggen, dan pak ik mijn Protoss voor een weerbericht erbij. En dat is inderdaad een... hoge kans op 4Gate met hier en daar een Dark Templar. Ah, ja, precies. Ja. Ben benieuwd of we dat nog gaan zien, dit potje. Wanneer, laat ik het zo zeggen, speel jij wel eens tegen Protoss op de ladder? Ik gok van wel, hè? Ik speel zeker regelmatig tegen Protoss op de ladder. Wat is voor jou dan een teken dat er een 4Gate aan zit te komen? Het spelen op Teldrium Altar in het algemeen, omdat er is gewoon eigenlijk bijna geen enkele map in een pool die zoveel... plekken dichtbij de basis geeft om in te warpen. Mm-hmm. En daarbuiten, ja, gewoon de gate op 12 en de 7-net score en geen expansion. Ja, precies. Maar ik vind het altijd lastig, want ja, die gate en die 7-net score, elke build heeft dat zo'n beetje. Dus voor mij is het altijd pas zeker als ik ook echt die Zealot en die Stalker en die Probe de map op zie rennen. En vaak ben ik dan te laat om te reageren. Dus ik zit een beetje met de hand in het haar soms, denk ik van ja, moet ik dan altijd ook zelf maar standaard een defensieve 3-gate gaan? Of moet ik zelf ook maar altijd gaan 4-gaten? Dat vind ik zo saai. Maar ja, soms lijkt je daar wel aan gebonden te zijn. Nou, zo als je gewoon zelf, ja, meestal gewoon als je gewoon je eigen beeldorde gewoon goed op tijd in werking hebt staan. Dus inderdaad, of het is een 3-gate, of het is je 1-gate in Robo in nog 2-gates, of misschien zelfs een Starport, dan... ja, ik zou het meestal toch op een redelijk goed op tijd moeten kunnen zijn met je production. Ja, het is natuurlijk Teldrium Altar wat dat betreft lastig, omdat je geen rampen komt te verdedigen. Maar een 4-gate is toch wat dat betreft gewoon redelijk zwak gewoon tegen sentries. En als je je ramp gewoon lang genoeg dicht weet te houden, dat je mooie high ground en advantages kan gaan gebruiken, zul je toch, ja, redelijk goed in staat moeten kunnen zijn om dat allemaal tegen te houden. Waarvan onze beide spelers zien, want we zien nog geen echte verrassingen. Beide zijn nu aan de subnet score begonnen. Het loopt bijna gelijk. Sui is net ietsje sneller, maar ik weet niet of dat heel erg veel verschil gaat maken. En tot zover, we zien nog, loopt alles nog goed voor 4Gates. En we gaan kijken of een van deze spelers ook inderdaad voor gaat gaan. Ja, ik zag Knight even één supply droppen, dus volgens mij is hij zijn scouting probe verloren. Ja, dat is jammer, dat is dus al nog een probe moet gaan gebruiken. Zou die een proxy partner neer willen gooien? Er komt nu ook een tweede gateway aan voor Knight. En de Stark wordt nu uitgekomen. Boost die zal toch denk ik een beetje zicht willen gaan houden. Oké, wat heb ik hier bij verbaasd? En die heeft geen zin in de voorgate. Want dus Sui is inderdaad begonnen aan Warcraft Technologie. Kronenboost ook uit waar Knight er nog niet aan begonnen is. Dus in ieder geval vanuit Knight zullen we denken. Daar komt nu ook voor hem de gateway. De Warpgate technologie wordt ook gekronenboost. Tot zover lijkt het toch nog redelijk op schema te liggen voor 4Gates. Nou ja, volgens mij is het zo dat wil je een 4Gate doen, dat je in de regel, dat daar standaard in ieder geval, een Zealot bij zit. Omdat je die Zealot nou eenmaal nodig hebt om je probe te verdedigen tegen de ene stalker die je tegenstander al kan hebben. Op het moment dat, dat je bij zijn basis aankomt als hij geen 4Gate doet. Dus volgens mij is het de standaard dat je ook wel echt een Zealot erbij hebt. Omdat zien we beide spelers niet doen. Maar goed, dat wil ik niet per se, dat ze niet alsnog gaan 4Gaten. Nee, maar goed, het blijft natuurlijk de Teldrium Altar en daar, je hebt hier gewoon, er is ruimte genoeg om een pylon ergens gewoon te verstoppen. En als je pylon weet te verstoppen, dan hoef je hem niet eens te verdedigen. Maar, geen van beide spelers hebben nu nog een probe in de buurt van de tegenstanders basis. En er zijn ook geen proxy pylons geplaatst. Dus het lijkt erop dat beide spelers op het moment een beetje verdedigend spelen. Dus ze beginnen nu allebei wat minerals op te bouwen, dus we zullen heel binnenkort gaan zien, denk ik, wat daar neergeplant gaat worden. Een robotics facility bij Knight. Kijk. Ondertussen komen er wel vanuit, komt er klaar bij Gessen 3 stalkers, die lopen hier de map over. Zal hier denk ik misschien die het toch voor een beetje voor een microbed willen gaan. Maar ook Sui heeft ondertussen hier 3 stalkers. Dus we gaan kijken of Knight inderdaad voor hiervoor wat agressie wil gaan. En welke van deze spelers dan de betere micro gaat hebben. Ah, Sui had maar liefst 500 minerals gespaard. En hij gooit er nu een robotics facility van neer, terwijl hij nog een extra stalker maakt. Zo'n warp gates zijn klaar, hij maakt een sentry. Oh, en daar is de eerste engage. Knight ziet dat hij hier 3 stalkers tegen 4 heeft. Dus hij trekt zich terug zonder damage te leiden op zijn shields. Of op zijn armor, zijn hull moet ik zeggen. En Sui pusht nu uit, hij ziet, oh, ik heb ook meer units dan Knight. Laat ik maar eens kijken of ik daar wat mee kan doen. Knight gooit rond dus ook een derde gateway. Nee, die gaat dus voor 3 gate robotics, waar Sui nog het met 2 gates in de robotics gaat doen. Ben benieuwd of het hier bij 1 base play gaat
blijven of dat Sui gaat besluiten om achter zijn push een expansion te pakken. Ja, Sui zit wel op heel veel minerals. Het kan zomaar zijn dat hij inderdaad besluit om die uit te geven aan een expansion. Ja, of hij spart knop. Hij is met alleen wel supply blocks. Hij zal in ieder geval op units een tijdje moeten wachten. Beide spelers op 42 supply blocks. Alsof het zo uit moeten zijn. Ook twee centers hier voor Knight. Op de andere malten heb je in het center niet zo super veel als dat je op de meeste maps hebt. Omdat je niet een mooie dunne ramp hebt die je dicht kan gooien. Maar Sui die gaat ondertussen wel agressief worden. Heeft al zijn eerste mortal eruit. Dus als die zeils hem opgeruimd zijn, dan zal hij wel een voordeel halen in de gates met hier. Maar we gaan even zien hoe het gaat lopen. Daar komt de gates met de zealots. Gaan erin maar die... Zullen we besluiten om terug te trekken? Ja, die zealots gaat niet om te verliezen. Maken dat die verliezen ze dus nooit. Precies, die twee force fields op de verkeerde plek en die Immortal maakt al die stalkers af. Dus hij heeft er goed aan gedaan en hij komt terug te trekken. Hij kiest al voor om. Hij gaat ervoor voor een. hij gaat voor een expansion. Ja, en, maar Knight heeft ondertussen, die heeft deze case mee gewonnen. Dus gaan we kijken, volgens mij gaat. Als Knight dit nu door gaat pushen, dan gaat ze toch een klein probleempje hebben. Ja, hij heeft ook twee Immortals nu. Twee stalkers, ondertussen wel mooi is het arc van stalkers al hier bij de ramp. Dus als Knight hier omhoog loopt, gaat het toch een flink verlies leiden. En. Ik weet niet zeker of die Immortal genoeg is om dat in te halen. Komt nog een tweede Immortal aan. Als hij die daar heeft, dan zal dat toch wel een mooie gate geworden. Maar Sui heeft hier een ontzettend mooie arc. Maar Knight die gaat naar binnen. En met die Immortal ploeg toch wel flink een van de Starks. En er staat ook een Zealot hard op in te hakken. En Knight die... Wauw, dat was veel meer damage dan ik dacht. Die gingen er ontzettend in groot tempo totaal aan. En de natural van Sui staat nu ook toch onder grote druk. Sui probeert zo goed als kwaad, ze kan die Immortal nog te snuiven. Maar dan is er dus nog een Immortal hier vernaaid. Natural cancel. Die Immortal blijft leven. En Sui staat toch tegen de touwen. Knight heeft toch een erg mooi leger hier klaarstaan. Ja. Om door te blijven. Dus komen nog de reinforcement blijven komen aan semi-proxy pylon hier. Ah. Vanuit en Sui die weet die ene Immortal op te ruimen, maar Knight heeft er nog één en Sui is nu gedwongen om props te voeren. Dat betekent dat hij ook niet echt meer de inkomen gaat hebben om flink in te warpen. De props krijgen wel een hele mooie surround, maar ja, hij verliest gewoon zoveel props, hij gaat gewoon geen inkomen hebben waar Knight gewoon nog steeds een ontzettend goede positie is daarvoor. Alle props zijn ondertussen dus opgeruimd, er komen nog terzijds aan Sui, moet het hier opgeven. Knight End, die ziet zijn kans, drukt het meteen helemaal door en Sui... die dat nog mensen net zo gewoon proberen te pakken, had gewoon niet genoeg om daar weerstand aan te bieden. Nee, inderdaad. Dat is, heeft hij goed gezien, Knight dan. Knight, niet Knight End overigens. dat is toch wat andere spelen. Dit betekent dat Sui de map mag kiezen voor de tweede game in deze serie. En Knight staat nu 1-0 voor. Blijf kijken, we gaan snel naar de tweede game. Tot zometeen.